Goedemorgen. We beginnen in Waalwijk. Daar is bij het bedrijf Oerlemans Foods een medewerker om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam bekneld te zitten in een vriescel en overleed. Collega's van de medewerker zouden het slachtoffer rond 5 uur vanmorgen hebben gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Oerlemans Food verwerkt diepvriesgroenten. Het hoofdkantoor zit in Venlo. Aan de Zijlweg in Waalwijk zit een productielocatie.